Begin 2006, hoe is het met Born From Pain? Nou, Born From Pain is het goed. We zijn heel tevreden over het afgelopen jaar, over 2005. We hebben 2005 hebben we meer dan 130 shows gespeeld. We hebben overwegend goede feedback gehad op onze nieuwe CD, In Love at the End, die april is uitgekomen vorig jaar. We zijn eigenlijk constant onderweg geweest, zoals ik al zeg. We hebben een paar hele goede tours gespeeld, als main support van 60 Thunder, die was heel succesvol. We hebben precies een tour gespeeld, dat rond het hardcore festival eigenlijk op het einde van het jaar. En dat is ook een hele goede geworden voor ons. We hebben redelijk hoog op de bil gestaan en dat is heel succesvol geworden. We zijn eigenlijk heel tevreden op 2005. We hebben even kort gerust een maandje en we gaan nu een volle bak tegenaan. In 2005 you signed for Metal Blade. It's a very huge metal label. Wasn't that a problem for your fan base? How does your fans react on that? I don't really think that was too much of a problem for our fan base, because I think our fan base is pretty broad. We don't really just appeal to hardcore kids, we don't just appeal to metal kids, we don't just appeal to any type of person really. I think we've got a very broad spectrum of fans for what we do, because we've played we're not afraid to play with different bands. You know, some bands will only play certain shows maybe, but we like to play with as many different bands as possible and reach as many new people, because that's one of the goals we have for the band, to play to as many people as possible. So us signing to a label like Metal Blade was I don't think a really big deal. I think a lot of our fans and people that are into the band were really happy that we managed to take another step forward with what we're doing and get our music out to a lot more people and really make a progression with the band in the way that we want to do things. So I don't think anybody really had any kind of problem, and we never really heard any kind of negative feedback about it. So now, back in the day, Sick of It All had much trouble when they signed for a huge label. That isn't happened to Born From Pain. Yeah, no, I think times have changed. Well, I think another different thing on that is that East West is a huge major label. Yeah. Metal Blade is a huge label as well, but it's not a major label. I think it still runs in the sort of independent circles, albeit in the bigger scale of things like Nuclear Blast and Roadrunner are still concerned as being independent labels. So I think it's not really as much of a problem these days, especially since hard music has got a lot more widespread attention and a lot more widespread coverage, whether it be on TV, radio, or in the magazines. So it's something people are a little more open to, I think. So I don't think that's ever going to really be a problem for the future, to be honest. Door die stap, zeg maar, naar een grote label als Metal Blade, kan je er nu van leven als band? Ja, van leven kunnen we eigenlijk niet. Er blijft meer geld hangen, dat is zo. Ik bedoel, op een gegeven moment, je wordt bekender. Je gaat live veel meer mensen trekken. Wat betekent dat mensen bereid zijn je voor een live show om meer geld te geven, omdat ze toch binnenhalen, weer terug. Je gaat natuurlijk wat meer merchandise verkopen, dat soort dingen. Dus daar blijven wel dingen van hangen. Je kunt dus wel part-time gaan werken en veel meer die band als levensonderhoud of wat binnenkomt voor geld bij je levensonderhoud gaan betrekken. Dat is natuurlijk mooi. Maar wij zijn altijd een band geweest, heeft gezegd, zoals ik net al zeg. Wij willen eigenlijk met integriteit dat hele verhaal van begin tot einde afmaken. Dat betekent dat wij niet opeens willen dat mensen nu opeens 20 euro voor een Born From Pain headline show moeten betalen. Of dat er opeens 20 euro voor een shirtje betaald moet worden. Als die tijden komen, dan zijn dat niet meer. Dan is dat niet meer waar Born From Pain voor staat. Dat is niet meer ons ding. Want wij willen wel op een eerlijke manier alles doen.
En ook voor dat andere mensen voelen dat wij dat inderdaad op een eerlijke manier doen. Want dat is voor ons belangrijk, want dat, heb ik ook, dat is ook eigenlijk wat ik niet kan accepteren. Als een band dat begint te doen, kijk, als jij bijvoorbeeld neemt een band zoals Hatebreed, die zijn nog altijd, dat zijn bands die verkopen 100.000 cd's. Alleen, bij die bands kost een shirt nog altijd hetzelfde wat het vijf jaar geleden kostte. Een cd ook, en het zijn nog altijd dezelfde mensen. From War for Pain in 2006. In 2006? Yes. Well, just to carry on really from 2005 in many ways. We're going to spend life on the road, hitting as many places as possible all over the world, hit as many festivals as possible, and basically tore our asses off. And then in August we're going to record a new album, looking to have it out in early November. And yeah, then again, touring for the next 15 years. So. Binnenkort komt er een nieuwe videoclip uit. Weet je al wanneer? Nou, die zou eigenlijk... Uit moet die zijn? Die is al nu in de relatie gekomen rond deze tijd. Die is, een maandje terug is die afgekomen, dus die is al nu in de relatie gekomen. Zeg maar februari 2006. Zoiets, ja. En wat kan je al over die nieuwe clip vertellen? Nou, de clip die, is, die heb ik gedaan voor song heet The New Hate. Dat is een song van de Love die uit. Straight video ervoor. Dat is een song die eigenlijk meer in de richting werkt, wat ik net al gezegd heb, waar we eigenlijk met de nieuwe cd op heen willen. Qua opvatting, dus eigenlijk min of meer een aanklacht tegen een hele hoop zaken die op dit moment aan de hand zijn in de wereld. Ziektes, milieu, hoe mensen omgaan met respect naar natuur toe, naar beesten toe. Politieke zaken, oorlog, dood, weet ik veel, alles eigenlijk in het grote geheel wat eigenlijk niet zozeer nodig is, wat eigenlijk wel gebeurt voor het grote geheel of voor macht. Dus dat is eigenlijk een video die dat eigenlijk weer meer benadrukt. Dus eigenlijk ook een andere kant van Born for Pain laat zien, dan we eigenlijk ook onze kritische kant laten zien.